denk dat we vooral de eerste helft het heel moeilijk hebben gehad. We werden vooral op de flank overlopen. Dan scoren zij verdiend de 0-1. Hebben ze inderdaad mogelijkheden op 0-2. Zelfs iets meer. Dan kom je onder rust binnen, probeer je wat bij te stellen. Zeg je ook van, op dat moment staan ze verdiend 0-1 voor. Maar uiteindelijk was er maar één doelpunt verschil. En vandaag waren zij technisch en qua snelheid gewoon beter dan ons. Dan probeer je de tweede helft het iets meer op kracht en op powerplay. En dan breng je met Manjas een tweede spits. Dan maken we de 1-1. En op dat moment mag je eigenlijk blij zijn met een punt. En dan krijgt natuurlijk iedereen moed, gaat iedereen er terug achter staan. Ja, dan pak je kinderlijk het tweede doelpunt. Ik denk als je hier vandaag niks pakt, dat zeker niet goed is. Nee, ik denk dat we hier altijd iets hadden moeten pakken. Ja, vrij vroeg op achterstand. Wat wordt er dan gezegd tijdens de rust bijvoorbeeld? Oh, ik denk dat vandaag tijdens de rust gezegd dat het op alle vlakken niet goed genoeg was. Net niet. Niet scherp genoeg, niet agressief genoeg. En dat we proberen bij te stellen. Oké, en dan door onze vechtlust komen we nog tot 1-1 terug. En dan denk ik dat we weer... Ja, misschien in de euforie van denken dat we nog 2-1 maken, dat we hem dan heel snel weer tegenkrijgen. Ik denk dat we vandaag nooit in een match gezeten hebben. Ik denk van in het begin liepen we achter de feiten aan en Huppe was gewoon scherper, beter. En, ik denk bij ons lukte weinig of niks en daarom ook verdiende nederlaag, denk ik. Het is niet zo, een 1 op 9, oké. En dan weet je dat het moeilijk wordt en dan... Hebben we dit vorig jaar ook meegemaakt, dan zitten we wel in de hoek waar de klap vallen. Maar er is maar één manier en dat is samen om eruit te komen. Dus dat moeten we ook vanaf morgen weer doen. Het is moeilijk te verklaren. Ik denk, we hadden ons veel voorgenomen vandaag voor een match. Zeker, je speelt een thuismatch en dat vooruitzicht naar volgende week toe. Waar je toch weer een moeilijke uitmatch hebt. En, het is niet gelukt. Ik denk, we konden geen aanspraak maken op de 3 punten, want het was gewoon te weinig. Ja, het is elke week wel... iemand of iets anders. Hè. Als je natuurlijk 7 doelpunten binnenkrijgt op 3 wedstrijden, dan kan je geen resultaat boeken. Dat is heel simpel. De jongens doen wel hun best, maar vandaag zijn we op een tegenstrever gebotst die beter was dan ons. Dat staat buiten kijf. Kop omhoog, maar wel deze match nog eens duchtig analyseren en zeggen dat het zo niet verder kan. Ik denk dat we daar toch wel een dag erover moeten houden van dat we na volgende week toch de kopjes terug in dezelfde richting hebben dan.